quiz kunnen we overgaan tot Roderick van de Belofte hier. Ze staan hier alle drie klaar op het podium. Oh, oh, heb je aan het podium dan, joh? Voilà, en ook de nodige kussen van de hostessen ten dienste. En dan mogen we een daverend applaus voor de overwinnaar hier vandaag. Een prachtige strijd, Leon, de renner van de NG, Bursluis-team, Sébastien Carabin. Voilà, en dan laten we de fotografen nog even hun ding doen en de drinks. En er wordt nog eens gegrepen in de voeten achteruit. Dus voor Niels Ruben, Henk Jaap Voorslag en Sébastien Carabin. Mooi lach! Niet slag, lach! Mooi lach! Excuse, de buren. Dames en heren, mogen we een gigantisch applaus voor de renner uit Zwitserland, Oosterschweiz, der Martin Guyan. En ook voor Martin de nodige kussen, de nodige bloemen en de mooie trofee overhandigd hier door deze organisator Chris Wijnands, we kennen hem als vader van. En dan vragen we de Belgische kampioen cross country mannen geworden aan Roel Pauwens om stilaan het podium te mogen betreden. Hij is nog even in overleg met Gilles Tiels, maar toch zouden we willen vragen aan Roel. Roel, als je even tijd hebt, mag je gerust het podium betreden. Mogen we hier aan het talrijke opgekomen publiek een daverend applaus voor een der grootste mountainbikers van België, Roel Pauwensen. Komt een vader uit Duitsland, de overwinnaar om het zo maar te zeggen in het Nederlands, de Maurits Milats. Voilà, hier is hij dan, de man uit Duitsland, Maurits Milats, overwinnaar hier in de laatste meters voor Roel Pauwens, hier gastheer in dit prachtige decor, C. Meijer. De heer Schepers staat hier op hoofd van de sporties voor een ATC te overhandigen. Voor Martin Guyan Roelkousen en Willem Maurits. Ik ga op de weg. Dus Bas Peters, zo vroeg mogelijk naar hier komen. Trek eens voor allemaal heen. Ja. Oké. Wat weet je al? Van het magneesje, dat gaat dadelijk ontrafeld worden. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan.